Naar aanleiding van klachten over wanbetalingen in het MKB startte Interpolis een onderzoek. En uit dat onderzoek kwamen schrikbarende cijfers naar voren. Maar liefst 8 op de 10 ondernemers kregen te maken met faillissement. En daar sta je dan, je werk gedaan en niks op de rekening. Naast mij staat Theo van Dijk, directeur kredietpolissen verzekeringen Interpolis. Welkom. 8 op de 10? Ja. Dat is gigantisch. Gigantisch, ja, inderdaad. En de impact daarvan is ook enorm. Niet alleen dat mensen hun geld niet krijgen, maar ook zeg maar, emotioneel is het enorm als je te maken krijgt met een niet betalende afnemer. Hè. Je voelt je toch een beetje bestolen. Je hebt je werk geleverd of je dienst geleverd. Klanten willen waar voor hun geld, maar je wilt zelf ook geld voor je waar. Waarom zijn jullie dit onderzoek begonnen? Ik bedoel, je krijgt die meldingen binnen, maar behoort dat tot jullie kerntaak? Dat is een hele leuke vraag aan een verzekeraar. Want je zou kunnen zeggen van als je uiteindelijk alles oplost met voorkomen van schade, dan blijft er niks te verzekeren. Wij vinden het van belang dat wij met ondernemers in gesprek zijn. En als je aan een ondernemer vraagt, wat vindt u nou van belang, dan noemt hij nooit verzekeringen. Dat kost ook geld, hè? Precies, je kan je ook precies. Niet tegen alles gaan verzekeren. Nee. En dat stimuleren we ook niet. Een ondernemer die wil continuïteit voor zijn bedrijf. Ja. Hij wil zorgen dat hij kan blijven ondernemen en dat hij kan blijven voorbestaan. En daar moet hij maatregelen op nemen dat hij dat kan blijven doen. En dan is het van belang dat wij als verzekeraar, we hebben veel kennis van risico's, dat wij die risico's met een ondernemer gaan delen en hem proberen aan het denken te zetten, wat betekenen die risico's nou voor mijn bedrijf? Ze zitten nu allemaal op de bank, ze willen het graag weten, hoe krijgen ze dat geld binnen? Heel simpel, maak goede afspraken met je afnemers en doe dat vooral schriftelijk. Zorg dat als je een order krijgt, dat je die order ook schriftelijk bevestigt. Zorg dat je de factuur stuurt aan dezelfde partij als die bestelt. En dan wordt ook nog wel eens met factuuradressen geschoven. Leveringsvoorwaarden zijn enorm belangrijk. Zorg dat je de juiste leveringsvoorwaarden hebt. Daar kunnen wij ook bij helpen om die leveringsvoorwaarden te checken. Of die juridisch waterdicht zijn. Belangrijk daarin is dat er bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over wat gebeurt er bij niet betalen. Of wat gebeurt er als de afnemer het niet eens is met de kwaliteit van het product. Hè? Welke reclameregels spreek je met elkaar af. Dat kun je allemaal van tevoren goed regelen. Gaan we iets naar een richting van herstel toe? We zien met name in het laatste kwartaal toch wel stabiliseren van faillissementen. En hopelijk eerste tekenen van herstel. Ja. En om af te ronden, dat is dan ook gunstig voor Interpolis? Ja, in principe is het voor iedereen goed als wij geen schade hoeven te betalen. Uiteraard, iedere verzekeraar wil dat. Maar uiteindelijk zijn we er met z'n allen bij gebaand. Want verzekeren is in principe een simpel spelletje. Wij halen geld op bij klanten. Dat passen we even op en dat delen we weer uit aan degenen die schade hebben. En als we minder hoeven uit te delen, hoeven we ook minder op te halen. Dank u wel. Graag gedaan.